haar in deze video heeft Dwayne mijn make-up gedaan. Zoals je wel kunt zien heb ik een hele mooie, extravagante, sexy, party make-up look. Dankzij Dwayne. Dwayne is mijn vriend, voor degenen die dat nog niet weten. En hij... Van Poerom. Ja, van Poerom. Hij heeft sinds kort zijn eigen YouTube kanaal waar hij fashion en lifestyle video's maakt. En je kunt hem ook volgen. Ik zal even een klikbaar hoofdje van hem maken, zodat je kunt doorklikken naar hem. Naar zijn kanaal. En ja, ik vind in ieder geval dat hij me heel erg mooi heeft opgemaakt. Lekker hard en mooie dikke wenkbrauwen. Maar toch natuurlijk, al zeg ik het zelf. Echt helemaal top gedaan, Dwayne. Ja, toch? Echt. Mocht je benieuwd zijn naar hoe hij deze prachtige make-up look heeft gecreëerd, blijf dan vooral kijken en ja, have fun. Ja, we beginnen met de foundation. Kijk, L'Oréal Paris Light Infusing Foundation. Welke kleur? Het is de kleur Liquid Light. Ik weet niet wat voor kleur het is, maar oké. Het zal wel de kleur zijn. Kijk al. Maar waarmee breng je dat aan? Ik ga het wel uitsmeren, toch? Ik ben bezig, hè? Ik doe de make-up vandaag. Het voelt koud aan als jij het doet. Hey! Begint al wat te worden. Wat doe je dat? Lekker, hè? Ja, het is wel lekker voor een massage. Twee. Twee handen. Dat is snel. Je moet het niet passeren, je moet het goed uitvinden. Het is uitgeveegd. Bijna. Nou, doe dat is lelijk. Nou, dit was het dan. Serieus, het is goed uitgesmeerd. Ja. Toppie. Toppie. Gaan we checken. Wat gaan we pakken? Wat komt er na foundation? Wat komt er na foundation? Na foundation komt poeder. Ja? Ja. Oké. Dan blijft het goed op zijn plek. Gaan we deze. De golden poeder. Oh, die is van Max Factor. Ik heb het dopje eraf gehaald. Die is van Max Factor. Zijn kabuki kwast. Zijn kabuki kwast. Zo fixeren. Ja. De Mega Volume Mascara. Is van Makeup Academy. Hij weet het. Ja. Kijk hoor. Ja. Omhoog kijken. Kijk eens omhoog. Kijk eens allemaal. Cijfer. Serieus, dat kan ik toch niet doen? Als jij geen klontjes. Omhoog kijken. Nee. Oh. Doe opnieuw foundation dan. Nee, zo ver. Ik ga twee Nike's maken. No. Gewoon met de vorm van mijn wenkbrauw mee, alsjeblieft. Oh, die is donker. Het is mijn vis ook. I'll keep it thin. Nee, ik denk. Oh my god. Zo, juist. Zo doe ik die ding. OMG! Oh my god! Deze hebben we dus gehad. Dit was de... Wenkbrauwen. Oh, Anastasia, is... Beverly Hills. In de kleur... Wenkbrauwen potlood in de kleur chocola. En wat voor kwastje is dat?
kost is van Mac. Niet McDonald's, maar Mac. Dan denk ik onder de. Juist. Die is perfect. Is namelijk de Catrice Cosmetics. De filler van de wenkbrauw. Oh no. Alsof mijn wenkbrauwen nog niet dik genoeg zijn, nee. Why? Wat doe je? Oh my god! Nee, je moet het met het borsteltje horizontaal doen. Oké. It's all for YouTube. We gaan naar de L'Oreal Superliner Ultra Precision. We gaan namelijk het ooglijntjes aanbrengen. Ooglijntjes? Dit moet namelijk heel zorgvuldig gebeuren. Dus ik wil graag dat jij je ogen dicht doet. Dit is ietsjes te ver. Waarom naar beneden? Nee, er moet daar boven. Oh. Een wing gaat toch niet naar beneden? Als het misgaat, kan je even een watje pakken. Kan je het hier en daar wat weggeven. Juist. Zo gaan die dingen. Oké, andere oog. We gaan verder met de oogschaduw van Art Deco. Ik vind het eigenlijk iets te dik, dus om het een beetje te vervagen, gebruik ik deze mooie kwast. En wat voor kwast ook laten we zien? Dit is de Bedellium Tool, 948. Maar kijk wat voor kwast die van. Ik vind het eigenlijk een beetje aan het vervagen is. Dit geeft een wat natuurlijke look. Nou, nu gaan we verder met de bronzer. Het is van het merk Elf. Als allereerst pak ik deze kwast. Die heb ik net ook gebruikt, maar doe het nog een keer. Waarom? Is mooi zo. Als het iets te veel is, dan ga je nog met je middelvinger uitwrijven. Nu kunnen we verder naar de lipstick. Dit is de mat Rouge à Lèvres. Niks. Zit dat? Eigenlijk gewoon binnen de lijntjes kleuren. Was ik nooit goed in, maar. Weet je. Ja? Ik heb hier. Hier heb ik de Smashbox. Wat ik nu ga creëren is zeg maar een. Weet ik niet. Het enige wat ik ken is Smokey Eye, maar met de Sedona Lace EB11 ga ik zeg maar haar oogschaduw net iets specialer maken. Ik eindig met de Look X zonnepoeder. Dit is om een beetje wat matte effecten te krijgen. Het is natuurlijk vervelend als je gezicht gaat glimmen. Lijkt het zo zweterig. Gaan we lekker poederen. Ik begin boven hier. Natuurlijk met zwaartekracht. Alles werkt naar beneden. Ik pak een gedeelte van de hals mee. Want je, anders krijg je hier zo'n dikke lijn. Dat moeten we niet hebben. We willen lekker een mooi overloop. Tot in de nek, décolleté. Zodat het natuurlijker uitziet. Mm. Nou, dit was het dan. Zoals je kunt zien heb ik het best wel natuurlijk gehouden. Mm-hmm. Ik noem dit de natural look. Met felle lipstick. Natural summer look. Noem ik dit.
Maar ik vind het een flink opvallende look. Lekker alledaags. Vooral mijn wenkbrauw heb je volgens mij heel mooi gedaan. Voor zover ik het kan zien. Maar ik denk dat ik wel even mijn spiegel erbij ga pakken nu. Misschien. Lipstick zit helemaal perfecto. Maar die wenkbrauw, wat wil je van me maken? Kijk, serieus, die wenkbrauwen zijn echt erg. Zo dik en donker. I'm so pretty. Prettiest girl on earth. Serieus, zou je zo met mij een relatie aangaan? Denk het ook niet. Dan was het gewoon skip. Nou, we hopen natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden en dat jullie net zo enthousiast zijn over deze make-up look als Dwayne zelf. Ik vind hem zelf ook wel erg mooi, moet ik eerlijk toegeven. Je hebt de lippen perfect gedaan. Mijn mascara heeft nog nooit zo mooi gezeten. Alleen mijn wenkbrauwen, Dwayne. How could you? Wenkbrauwen is niks mis mee. Die wenkbrauwen zijn zo dik aangezet, zo hard. Natuurlijk. Ze zijn allemaal met dikke wenkbrauwen geboren. Het is eigenlijk zonde dat de dames de laatste tijd epileren. Als je nog niet bent geabonneerd op zijn YouTube kanaal, doe dat dan even snel door op zijn hoofd te klikken. En ik zal ook eventjes hieronder in de beschrijving een link van zijn kanaal erbij zetten, mocht je dat hebben gemist of nog net niet hebben kunnen klikken. Mocht jullie meer video's van ons samen willen zien, laat het dan achter in de comments. Dan kunnen wij daarnaar kijken en daar eventueel wat mee gaan doen. En dan zie je dat op mijn of op zijn kanaal weer terug. En we hopen nu dat jullie het heel erg leuk vonden. En heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doeg! Ciao ciao, oefendweens. Ciao ciao. Ciao ciao. Het eerste item wat ik heb besteld bij de H&M is dit basic topje. Dit is eigenlijk een t-shirt die een beetje lossig is. Dit is van linnen. Een linnen top is dit. En hij is een beetje oud roze, heel licht roze. Je ziet het bijna.